Morgen starten er 6500 wandelaars en natuurlijk is er ook veel aandacht voor de rolstoelers. Maar eerst spelen we vandaag gewoon de Wier Venloop Quiz. Goedenavond, we hebben al 3 dagwinnaars verzameld van onze quiz. Vandaag gaan we op zoek naar de 4e, dat kan worden Harro of Anne. Welkom quizkandidaten. Harro, als ik me niet vergis, heb jij wel eens vaker meegedaan aan een televisiequiz, dat klopt hè? Dat klopt, Robert. Ja. En je hebt daar best wel wat gewonnen ook, geloof ik. Heel veel bananen heb ik. Ja, heel veel bananen, maar dan hebben we het niet over een paar euro's hè? Nou, dat was een mooie prijs. Dat was een hele mooie prijs. Leuk dat je erover begint. Ja, goed. Lekker discreet. Ja, dus je bent ervaringsdeskundige, zeg maar. Ja, ik heb het wel eens een keertje gedaan. Ja. Maar dat geeft geen garanties voor vandaag, dat snap je wel. Anne, ervaringen met een quiz op televisie? Nee, niet zozeer. Nee. Heb je je wel voorbereid? Ik heb de uitzendingen gekeken, maar verder, nee, eigenlijk niet. Nou, doe ze een voorspelling. Hoeveel bananen ga je winnen? Oh, lastig. 6. 6? Oké. Harro, hoeveel? Ook 6. Ook 6, ja. Oké. Nou, dan hebben we nog een reservevraag voor jullie. We gaan het straks zien. 12 vragen zijn voorbereid. Maar eerst gaan we naar Gerard met het nieuws voor vandaag. Ja, dank je Robert. Met veel schoolnieuws. Blarjacum College, College Den Holster en het Vaderwas College kunnen komend schooljaar samen rekenen op 1189 nieuwe brugklassers. Dat zijn 116 leerlingen meer dan vorig jaar. Toen was juist sprake van een flinke daling. Onderwijsgemeenschap Venlo en omstreken had de stijging niet verwacht. We zijn verrast. We hadden rekening gehouden met een daling van pak een beetje 80 leerlingen. Als je kijkt naar de demografische cijfers wat dat betreft. Het is te vroeg. We moeten de cijfers analyseren en kijken of dat geworven is uit het buitengebied of dat het uit de gemeente Venlo komt. Tegelijkertijd hadden u zichzelf een beetje de woede van de politiek op de hals afgelopen maand. Doordat u eigenlijk zei, we moeten echt kijken of dat aantal leerlingen op bepaalde scholen wel terecht kan. En of we misschien moeten overwegen om op bepaalde scholen een stop te zetten. Hoe ziet dat eruit? Nou ja, allereerst, woede is een heel groot woord. Hè. Ik denk dat we met de gemeente in gesprek waren. Dat we inderdaad, wij lopen tegen de grens aan gewoon wat fysiek te plaatsen is in de scholen. De cijfers zijn zodanig dat ik nu ook echt geen uitspraak kan doen. En dat we even goed moeten kijken, kunnen we dit plaatsen of is een ingreep nodig? Onze inspanning is er echt op gericht om alles te doen om toch wel de leerlingen op de eerste keuze te plaatsen. Maar het moet haalbaar zijn en daar gaan we nu naar kijken. Nog meer schoolnieuws. Vanaf komend schooljaar kent de gemeente Venlo een nieuwe mbo-opleiding, het Sfeerkeeper College. De opleiding is een combinatie van opvoedkunde, veiligheid en welzijn. Hierdoor kunnen studenten zich beter oriënteren binnen deze sectoren. Mark Bergs en Simon Duindam zijn de initiatiefnemers van het Sfeerkeeper concept. Ze wilden een opleiding aanbieden met doorstroommogelijkheden. Volgens Bergs is er steeds meer behoefte aan een bredere opleiding binnen de sectoren. Studenten aan het Sfeerkeeper College worden opgeleid tot pedagogisch medewerker leefbaarheid op mbo-niveau. De initiatiefnemers zijn in gesprek met het Blarjacum om te kijken of de nieuwe opleiding een plek kan krijgen bij de middelbare school. Er komt dus een mbo-opleiding voor sfeerkeepers. De afgelopen 5 jaar konden scholieren van onder meer het Blarjacum College en Den Hulster al kennis maken met het vak in het leertraject Junior Assistant Sfeerkeeper. Vandaag kregen 19 leerlingen die dat succesvol deden een diploma. Alsjeblieft, jongen. Dankjewel. Knap werk. Ik denk dat ze een theorieles krijgen en een praktijkles. Theorieles behandelen we theorie zoals gesprekstechnieken, waar werken, waar kom je ons tegen. Eigenlijk al het inhoudelijke van de opleiding. En het praktijkgedeelte is echt gewoon letterlijk in de gymzaal. Door middel van rollenspellen, casussen, proberen we de theorie in praktijk te brengen. Dus als ze zien dat we bijvoorbeeld deze vestje aan hebben, dan weten ze ook vanzelf van oké, hij is even aan het werk of doet stage. Dan weten ze ook van oké, we moeten even serieus zijn. En als ik dan bijvoorbeeld iets zeg, dan doen ze dat ook. We moeten eerst wat punten opbouwen en de leerlingen leren kennen, voordat je de leerling echt kunt gaan corrigeren op hun eigen gedrag. En dat ervaren de jongens zelf ook. En hoe is dat dan? Want het zijn net zoals jullie ook gewoon leerlingen. Is dat niet raar? Jawel, maar je moet er respect voor hebben toch? Ja, want hij heeft het sfeerkeeperjasje aan, dan ben je ook zeg maar een van de sfeerkeepers. Je moet ook zeg maar hoe we het tegen de echte sfeerkeepers doen, moet ook zo tegen hun doen. En ik vind het heel fijn en er is ook een enorme behoefte aan dat er mensen zoals jullie zijn die deze opleiding volgen. Jij vindt wel dat jongeren die jongeren aanspreken beter werk dan dat jij dat bijvoorbeeld doet?
Ja, vind ik wel. Dan komen ze toch, dan leren ze eigenlijk van beide kanten leren ze ervan. De jongere die wordt aangesproken en de jongere die de jongere aanspreekt. Ja, dat is niets mooier als dat. Wat voor cijfer heb je? Ik heb een gemiddeld 7 afgerond. Wel trots? Ja, ik verwacht het zelf wel wat hoger, maar het is goed. Vandaag en morgen vindt de eerste editie van de Jaguar Mood Market plaats in het Julianapark in Venlo. Er zijn 30 organisaties aanwezig bij de overdekte sfeer- en belevingsmarkt. Van koffie tot sapjes en van wafels tot jam. Nou, we zien het beleg van Venlo en we hebben het Stadslandbouwproject op het kazernekwartier. En we zien heerlijke jam uit eigen tuin aan het aanbieden aan de inwoners van Venlo. Vorig jaar was de expo en dit is eigenlijk de vervanger van de expo. We hebben dit jaar meer ingespeeld op de sfeer, dus een overdekte sfeermarkt waarbij een 30-tal ondernemers, lokale ondernemers, zich presenteren aan de hand van hun producten of diensten. Nou, het is vooral gezondheid en gezonde voeding. We kweken ons eigen, de deelnemers kweken het eigen producten. En ja goed, daar is ook een geveul bij. Echt jam, hè? Juice New York gelooft in een absolute 100% gezonde levensstijl. Dus alles wat wij brengen is vers, biologisch. En wij gaan proberen om de mensen in Venlo helemaal over te laten gaan op vers spul. Vorig jaar was meer de nadruk op het, of was meer het verkopen van producten. Maar dit jaar is het meer de sfeerbeleving. Mensen kunnen lokale producten proeven, kunnen deelnemen aan sommige activiteiten. En zo willen we alles bundelen voor de deelnemers en aanmoedigers. En de Jaguar Mood Market is vandaag nog te bezoeken tot 8 uur. Morgen is de markt open van 11 tot 6. En dit was het nieuws. Robert, snel naar jou voor de quiz. Dankjewel Gerard. Straks kom je weer even terug met het Venloopblokje. Wij gaan de quiz spelen. Maar dat doen we niet voordat de kandidaten zich hebben voorgesteld. Harro. Dankjewel. Harro Schreuder is mijn naam. Ik ben 48 jaar. Ik ben samen met Vera en we hebben samen een fantastische zoon Willem van 7 jaar. Ik ben werkzaam bij ING hier in de regio. En dat is het eigenlijk wel een klein beetje. En je loopt veel? Ja, nu zo in de maanden voor de Venloop loop ik best veel. Ja. Welke afstand ga je deelnemen? De 21,1. Vaker gedaan? Dit wordt mijn 6e Venloop, waarvan ik 5 keer de halve marathon gelopen heb. Zo. En vorig jaar heb ik dan de 10 gelopen. Hartstikke goed. Ja. Anne? Ja, mijn naam is Anne. Ik ben 27 jaar. Werk bij Auto Arena. Ik heb 3 keer eerder meegedaan aan de Venloop. Toen heb ik de 10 kilometer gerend. En dit jaar ga ik een poging doen voor de 21. Dat is je eerste keer dus. Ja. Wat wordt je streeftijd? Nou, die heb ik niet echt, maar ik denk dat het rond de 2:10 gaat worden. Maar dat zou heel netjes zijn, toch? Ja, dan zou ik heel tevreden zijn. Maar het gaat, als ik de finish haal, dan ben ik heel blij. Veel succes zondag. Dank maar eerst veel succes voor jullie beiden voor de quiz van vandaag. Het wordt tijd voor de eerste vraag. Morgen is het de dag dat de wandelaars van start gaan. Maar er is ook heel veel aandacht voor de rolstoelers. Vorig jaar deden zij ook al mee. Toen was het niet zo lekker weer. Laten we maar eens gaan kijken. Ja, hele mooie beelden van die rolstoelers. Heel veel succes morgen allemaal als jullie mee gaan doen. We staan bij de parade om jullie toe te juichen. Deelnemers, de vraag gaat over die rolstoeltocht. Want hoeveel kilometer leggen die rolstoelers af? Hoeveel kilometer is dat? Is dat A, 7 kilometer? Is dat B, 7,5 kilometer? Of is het C, 8 kilometer? Vul maar in. A, B of C. A, 7 kilometer. B, 7,5 kilometer. En C is 8 kilometer.
En laat maar zien, jullie denken allebei dat het 7,5 kilometer is. Ik ga jullie uit je lijden verlossen. Jullie beginnen goed, allebei een banaan. 7,5 kilometer, het antwoord was inderdaad B. Veeg het antwoord maar uit. Banaan gaat in het lunchzakje. Ja, de eerste banaan is binnen. Heel goed gedaan. Ja, de Venloop, dames en heren, kan absoluut niet zonder vrijwilligers. We staan er eigenlijk helemaal niet bij stil wat die vrijwilligers allemaal doen. En dan mag je best wel eens even uitrusten. Kijk maar. Lekker in het klapstoeltje, lekker met een broodje. Wat is jullie taak vanmiddag? We zijn bedrijf, wij helpen hier aan de finish en we vangen de mensen op. En zorgen dat het allemaal doorloopt. Ja, nu hebben jullie straks al de mensen opgevangen, ook van de 10 kilometer. Niet iedereen is er even lekker aan toe, hè? Nee, voor ons is het vrij rustig. We doen het al enige jaren en er zijn geen rare dingen gebeurd, zeg maar. Maar er zijn altijd mensen die ja, er helemaal aan zijn. En die vangen we even op en dan kunnen ze rustig doorlopen. Gaat het alsnog goed? Harro en Anne, een vraag over de vrijwilligers. Want hoeveel vrijwilligers doen er dit jaar mee met die Venloop? Het exacte aantal hebben we. Is dat A, 1204? Is dat B, 1056? Of is dat C, 1678? Ik vind het alle drie al behoorlijk veel, hoor. Is dat A, 1204, B, 1056 of C, 1678? Laat maar zien. Jullie denken allebei A. Waarom, Harro? Ik had het gehoord. Waar had je het gehoord? Ik hoorde iets van 1200 in de ja? Okay. Anne? Wandelgangen. Ja, hetzelfde eigenlijk. Ja? Ja. Ja, Paul Hekkens, verantwoordelijk voor de vrijwilligersbestuurslid, heeft het inderdaad vorige week bij ons in de uitzending de Dinskplein gezegd. 1204. Daarom wisten we het aantal wederom goed. Banaan mag in het lunchzakje. En zoals elke dag luisteren we vandaag ook naar een muziekfragmentje. Deze is wel heel makkelijk, let maar op. Ja, dat is heel simpel. Hè. Moet ik de vraag nog stellen? Doe het maar. Hè. Welke artiest of groep was dit? A. George Michael. Nou, ik zou A invullen. B. Dire Straits of C. Europe. A. George Michael. Weet je het niet, Anne? Ja, B. Dire Straits of C. Europe. Oh, ik dacht dat het wel een hele makkelijke was. Ja, ik ken het nummer wel, maar... hemel, draai maar het bordje om. Jeetje, Anne. Ja, dat vind ik George niet. Michael. Ja, jij zegt er veel dat is een van de bekendste deuntjes die er ja, zijn. Ik ken het deuntje wel. Want Harro, het is natuurlijk van de... Dire Straits. Dire Straits, ja, natuurlijk de Dire Straits. Oh, Anne, helaas geen banaan voor je. Wel voor Harro, daarmee neemt hij een hele kleine voorsprong. Anne, nog helemaal niets aan de hand. We zijn aanbeland bij de laatste vraag van het eerste blok. En dat gaat over de senioren. Gisteren was die dag van de senioren. Heel goed te zien dat de Venloop daar zoveel aandacht aan schenkt. Gezond bewegen voor ouderen. Er doen ook steeds meer ouderen mee aan die Venloop. Maar, kandidaten, hoe oud was de oudste marathondeelnemer ooit? Hoe oud was de oudste marathonloper ooit? Hoe oud was die? Is dat A, 81 jaar? B, 91 jaar? Of C, 101? A, 81, B, 91 jaar of C, 101. Hoe oud was de oudste marathonloper ooit? Anne denkt 91 jaar, hou 101. Dat is toch niet mogelijk? Ja, bijna niet, dus het zal wel kloppen. Ja, dat heb je toch helemaal goed, ja. Ja, inderdaad. Het is antwoord C, inderdaad. 101 jaar maar liefst. En dan heb ik het over Fauja Singh, een Britse marathonloper van Indiase afkomst. Op 81-jarige leeftijd begon die met hardlopen. Nou ja, hard, maar een hele prestatie. 89-jarige leeftijd liep hij zijn eerste marathon. Dat deed hij in 6 uur en 54 minuten. En toen hij de 100 was gepasseerd... 101 liep hij in 2012 ook nog de marathon van Londen. En dat deed hij in een tijd van 7 uur en 49 minuten. Ik doe het hem gewoon niet na. Hij is ook nog houder van diverse wereldrecords. Maar dan natuurlijk in zijn eigen leeftijdscategorie. Kandidaten, we zien elkaar zometeen weer terug. Maar we gaan eerst op zoek naar de straat van het jaar. Maandag wordt duidelijk welke straat, welke van de 5 die zich hebben opgegeven, naar huis gaat met die straatbarbecue van 500 euro. Dat wordt een heel groot feestje daar in die straten. Zondag worden ze bezocht door een deskundige jury. Maar eerst gaat Jeroen bij de straten op bezoek. Naar de Groetweg in Hout-Blerik, de Maastraat in Stijl en de Ruistraat in Blerik zijn we vandaag op de Gelderse baan in Tegelen. Een straat die al jaren in het parcours zit van de Venloop en ook dit jaar een grote kanshebber is voor de Venloopstraat van het jaar. Don't you
Goedemorgen. Goedemorgen. Volop aan het trainen, hè? Ja, laatste keer, hè? Ja, echt de allerlaatste keer voor zondag. Ja. Ik hoop dat het lukt. Hoeveel was ze erop zetten? Nou, 6,5. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik voel me graag voor je met de venloopvoorbereidingen van zondag. Oei, dat zeg ik maar wat. Je zit gaan oefenen voor de venloop, voor de wandeltocht. Ja, dat zien we. Kom even van de weg, anders dan... Mijn zoon die loopt mee, de oudste. Okay. Je bent al voor de 8e keer mee, ja. Ik heb altijd 24 gelopen en nu dat is 34. Loper aan net. Daar komt de loper aan. Dan gaan we eens even kijken. Hé, hey. Dit hadden we gisteren ook al in beeld, hè? Ben je vandaag ook weer aan het oefenen, of niet? Nee, donderdag nog een keer. Hoeveel keer ga je ze mij doen? Derde keer. Ja, maar de vorige keer was 7 jaar geleden, dus het is even spannend. Toch even alles moe aan het aanherken voor zondag? Nee, voor de venloop? Nee, voor de venloop. Wat is de afgelopen 7 jaar gedaan, dan dat ze niet is mij gedaan? Kinderen gekregen. Het laat te remmen met niet te doen. Dat is wat ingewikkelder, ja. Wat is qua gezelligheid leuker, de Gelderse baan of de Maasstraat? De Maasstraatdag. Holm ligt nou erg goed in ritme of komt ze zo meteen wel weer erin? Ik kom er wel weer in. Succes in ieder geval. Volgens mij wordt Jeroen gewoon achtervolgd, hoor. Morgen is die jongen, denk ik, bij zijn laatste straat die hij gaat bezoeken. Dan hebben ze alle 5 gehad en we horen het maandag, zoals gezegd, welke straat er gaat winnen. We gaan verder, kandidaten, met de quiz. Deel 2. De stand is 4 bananen voor Harro en 2 bananen voor Anne. Kleine achterstand met nog 8 vragen te gaan. Anne, niets aan de hand. Ja, de Venloop kent de halve marathon als langste afstand. En dat zal ook wel altijd zo blijven, want waarom zou je iets veranderen als iets goed is? Maar deze vraag gaat over de afstand van de marathon. Kandidaten, hoe komen we nou aan de afstand van 42 kilometer en 195 meter voor die marathon? Hoe komen we daaraan? Is dat A, het was 42 kilometer, maar die extra 195 kwam beter uit voor de finish? Is het B, 42 was de bedoeling, maar de eerste die het deed, die liep iets te ver door, namelijk 195 meter. Of is het C, het is de exacte afstand tussen het dorp Marathon en de stad Athene. Is het A, B of C? A, die 195 meter kwam beter uit voor de finish. B, de eerste die het deed, liep iets te ver door. C, het is de afstand tussen Marathon en Athene. Ik wil het nu zien. Jullie zeggen allebei C. C. Ja, ik ga het maar zeggen. Het juiste antwoord is inderdaad C. Het is de exacte afstand tussen het dorp Marathon en de stad Athene. Want op 12 september in het jaar 490 voor Christus behaalden de Atheners tijdens een veldslag een overwinning op de Perzen. Dat moest natuurlijk verteld worden in Athene. En die afstand tussen het dorpje waar die veldslag plaatsvond, Marathon en Athene, was dus die 42 kilometer en 195 meter. Dat werd trouwens gedaan door soldaat Pheidippides. Die ging dat doen. Die ging hardlopend op pad. Hij volbracht de tocht, maar door die inspanning viel hij daarna dood neer. Jammer, vervelend. Er zijn altijd, dames en heren, hele mooie systemen om precies te meten wat de tijd is die de hardloper gedaan heeft over die halve marathon. Dat doet de Venloop ook. Wat voor een systeem gebruikt nou de Venloop? Hoe heet dat systeem waarmee je de tijd kunt meten? Is dat A, de BIP tag? Is dat C, B, de tip bag? Of is dat C, de GIP gag? Ja. Paar lettertjes verschil. A, de BIP tag. B, de tip bag. Of C, de GIP gag. Jullie denken allebei antwoord A. Nou, laten we maar eens even gaan kijken naar een foto van het dingetje. Hoe ziet dat er nou uit? Ja, dat is inderdaad A, een BIP tag. Gewoon een BIP tag, die zit dan aan het startnummer. Er zijn ook systemen waarin die tijdwaarneming op de schoen zit, op de loopschoen zit. Maar het schijnt toch bij het startnummer dat het allemaal wat beter gemeten kan worden. Dus daarom heeft de Venloop daar ook voor gekozen. Weer allebei een banaan erbij. Het gaat hartstikke goed. We hebben 2 toppers in de uitzending, volgens mij.
We hebben deze hele week al veel aandacht besteed aan de verschillende lopen van de Venloop. De wandeltocht, de rolstoeltocht, de bambino-loop, de jeugdloop, de kinderloop, de scholierenloop. Noem maar op. Maar als je allemaal die lopen bij elkaar optelt, kandidaten van de Venloop, hoeveel lopen hebben we dan allemaal in totaal? Zijn het er A, 12, B, 15 of C, 18? Vul maar in. A, 12, B, 15 of C, 18. Let op. Ik wil het nu weten. Harro, jij denkt 12, Anne denkt 15. Alle lopen, en Anne heeft het goed, het zijn er inderdaad 15. Alle lopen, dus ook de wandeltochten meegeteld. Ja, omdat het morgen zover is met die wandeltocht, toch nog maar even na dat natte jaar van 2015. Allemaal die heiden te loggen, die heiden te loggen. Ja, zeker! Hey, 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 hey! Even regen gehad, langs de Maas, zeg maar. Maar voor de rest ja, gaat prima. Dikke jas en we hadden geluk, we liepen net in de bossen met regen, dus dan valt het mee. En dan komt een hele groep naar voren toe. Hartelijk welkom! Die heidjes te loggen, hè? Hop, 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 hop! Ja, prachtig die wandeltochten. Harro, wel eens over nagedacht om daar een keer aan mee te doen? Nee, nog niet. Nee? Nee. Trek je niet zo dat wandelen? Nou, het lijkt me wel leuk, maar ik concentreer me liever op de zondag. Ja. Anne? Nee, ook nooit. Er zijn mensen die lopen trouwens 40 kilometer en de dag daarna lopen ze ook nog eens die 21 hard. Ja, dat is niet voor mij weggelegd. Nee, die 21 is meer dan voldoende. Ja. Ja, hoe ga jij zondag je laatste voorbereidingen doen? Hoe laat sta je op? Wat eet je? Wat ga je allemaal doen? Nou, eigenlijk gewoon als normaal. Ik sta gewoon normale tijd op. Ontbijt ook als ik altijd anders doe. Een crackertje of een broodje. In ieder geval geen rare dingen. Geen rare dingen. Moet je ook niet doen, hè, Harro? Opeens alles gaan veranderen. Nee, maar het is toch wel een aparte dag. Kijk, wij, ons zoontje Willem die loopt mee, dus daar ga je ook al mee. Ja. Dus de dag die is al iets anders dan normaal. Fantastisch. Maar het is alleen maar leuk en zo kun je optimaal mee genieten van de hele dag. Oké. We gaan naar de laatste vraag van deze ronde. Dan gaan we eerst eens even kijken naar een fragment. Hallo. Ja, banaan, drinken, nog een meer drinken. Even bonkjes opmaken. En dan weer even rustig koeling down. En wat doen ze dan morgen? Wist ze dan niet gans doe het? Ja, de vraag is, wat gaat Bart Houtermans morgen doen? Wat doet hij morgen? A, hij gaat de hele dag in een stoombad liggen. B, hij gaat gewoon werken. Kan natuurlijk ook. Of C, hij blijft gewoon lekker in bed. Vul maar in. A, stoombad. B, werken. C, in bed. Wat wordt het? Laat maar zien. Weer een verschillend antwoord. Anne, jij denkt, hij gaat in een stoombad liggen? Nee. De hele dag? De hele dag in een stoombad? Geen idee. Harro, jij denkt, hij blijft in bed? Laten we maar eens naar het antwoord gaan kijken. Wat doen ze dan morgen? Wist ze dan niet gans doe het? Kom werken. Ah, tuurlijk, kom op. Zeker weten, Robert. Nee. Topje, man. Ja, Bart gaat gewoon werken. Waarom ook niet? Hè? S'avonds, hoe kapot ben je de dag daarna, Harro? Ik ben wel, als ik over de finish kom, ben ik wel vrij kapot. Hè? Maar ja, de dag daarna valt het dan nog wel mee. Ja. Het is met name de dag zelf dat ik er last van heb. Ga je werken de dag erna? Dan ga ik weer werken, ja. Anne? Ja, ook. Ja, net als Bart. Gaat ook gewoon werken. Waarom ook niet eigenlijk? Helaas voor beide geen banaan erbij. Tot zover ronde 2. Hoogste tijd om naar Gerard te gaan, want die is weer de hele dag op het internet geweest. Even leuke filmpjes. Weet het bijna zeker. Allemaal voor ons bij elkaar verzameld. Gerard. Jazeker. En ja, ik heb de halve marathon ook 7 keer gelopen. En ik ben ook gewoon gaan werken de volgende dag, hoor. Gaat goed. Allereerst, het nieuws vandaag vanuit de Venloop was nieuws over het topveld van de halve marathon. Want de Keniaanse topfavoriet Ezekiel Chewi doet zondag niet mee. En de organisatie kreeg ook afmeldingen van Michel Butter en Patrick Stitsinger. De Venloop heeft een vervanger gevonden in de Ethiopiër Yigrim Demilash. En ondanks deze tegenslag denkt de organisatie dat er gezien het sterke internationale deelnemersveld nog steeds een goede kans is dat het parcoursrecord wordt verbroken. We gaan het merken zondag. Ja, gisteren zagen we al mensen vallend en uitglijdend over de finish komen. Maar onderweg moet je soms ook goed opletten. Hier beelden van een marathon in het Amerikaanse Little Rock. Waarbij deze dame valt door een gat in de weg blijkbaar. Want als ze opstaat, dan zien we dat. En mensen gaan ook wijzen naar het gat in de weg.
Of dat veel gaat helpen, weet ik niet. Maar in Venlo is dat altijd wel goed geregeld, kan ik uit eigen ervaring zeggen. Nou, soms is het ook vragen om problemen natuurlijk. Maar sommige mensen weten niet van ophouden. Weer of geen weer, er moet getraind worden. We've seen a lot of people out here, like you said, running, sledding, just enjoying it. One thing, oops, that can happen, unfortunately. Looks like Chelsea's okay. You okay? Yes, okay. Duimpje ging omhoog, yes, okay. Dan even kijken naar social media. Het aantal berichten neemt toe naarmate de wedstrijden dichterbij komen, zo lijkt het. Veel deelnemers uit Duitsland berichten over hun laatste voorbereidingen. Bijvoorbeeld Bianca uit Hamburg heeft nog een rustig loopje gedaan. En ja, met de zonsondergang zegt ze lekker om te lopen en voor het eerst weer in de korte broek. En einfach herrlich. Nou, lekker toch. Sascha ook uit Duitsland heeft in een slakker tempo 10 kilometer zon getankt. Dat ziet er dan zo uit. Lekker in het zonnetje. Ja, dat ging goed deze week natuurlijk. Marijn Bouten, marketing- en communicatiemedewerker bij VVV Venlo, heeft haar blessure hopelijk onder controle, schrijft ze. En voorzien van sponsor is ze klaar voor de Venloop. Speciaal shirt hebben ze daar laten maken, geloof ik. Ton Billekens heeft ook een speciaal shirt. Hij loopt met het Dream Team. En die hebben een eigen logo op het shirt gekregen. Samen gaan wij ervoor dromen waarmaken, schrijft hij. Ja, lopers van het Dream Team willen allemaal een persoonlijk doel verwezenlijken tijdens deze Venloop. Eline Zwart zien we dan. Deelnemster aan de wandeltocht morgen. En ze gaat niet alleen morgen wandelen in Venlo, maar we zien ook een kaartje voor de Kennedy Mars in Sittard. En die is volgende week staat er. Dus nou, die gaat aardig wat wandelen de komende tijd. En iemand die niet gaat wandelen en rennen, tenminste dat denk ik, is Jacqueline Hermsen tenslotte. Maar die heeft wel de ballonnen klaar liggen, dus het gaat er weer mooi uitzien in de Pastoor Stassenstraat. Hashtag ballonnen, hashtag Venloop. En gebruik die hashtag ook de komende dagen nog. En dan met ja, hashtag Venloop 2016, en dan nemen we dat mee. Zondag ook in onze live-uitzending natuurlijk. En morgen dus de wandeltochten. De eerste lopers starten om 7 uur en de laatste groep vertrekt rond 10:30. Start- en eindplek ligt voor het Limburgs Museum aan de Keulse Poort. En ook morgen de rolstoeltocht en die start om 1 uur op de Markt in Velden. Ook zij zullen via de parade finishen bij het museum. En met wat voor weer gaan ze dat doen? Nou, het ziet er nog altijd prima uit. Het is overwegend droog. De temperatuur ligt rond de 9 graden. En ja, vrijwel, ja, de kans op neerslag is nihil, 20-30%. Ziet er dus heel goed uit. Wel, de gevoelstemperatuur die ligt wel zo'n 5 graden lager. Dus voor lopers is het misschien lekker. Maar mensen langs de kant moeten misschien iets warms aantrekken. Kijken we nog eventjes naar, nou, de kaart is weg. Maar na het weekend dan kans op een bui, maar dat is niet zo belangrijk. We sluiten af met de tip voor vandaag. Is wel iets voor de mensen die voor de prijzen gaan, denk ik. Denk niet te snel dat de buit al binnen is. My man Ben Payne, and followed by Scott Overall from Great Britain. And boy, you talk about it. Great Britain is going fast. He can quit catch him. Quit looking. Run! Run! Oh. Ja, daar sta je dan. Hè. Het was niet zo heel goed te zien, maar we hebben ook een foto. Dan zien we het nog beter. Ja, dat je echt niet te vroeg moet juichen. Hebben we de foto hier nog? Ja, kijk. Deze meneer juicht, maar het is deze meneer die als eerste door het lint gaat. Ja, heel duidelijk natuurlijk. Maar hij is echt niet de enige. Kijk pas naar deze beelden. Take my word for it. There's a moral to this story. Yeah, it looked like a coronation for Tanjay Pepio. He's getting the crowd. He wants the crowd to cheer his performance. And at the end, he gets pipped. He gets pipped by Maren Simon of Washington. And you just can't do this kind of stuff, Lewis. You can, and you know, you see his face, and you know, no one has to say anything. They don't have to explain it to him. He'll never make that mistake. Ja, juicht dus nooit te vroeg, dat laten deze beelden zien. We hebben ook nog beelden van, ja, die laten zien dat het ook op een andere manier kan. Een wedstrijd in Spanje. De Keniaanse koploper die wordt bijna verrast door een andere loper uit Spanje. Laat de beelden maar komen, jongens. En ja, hier zien we ze lopen. En ja, die man die dan hem dreigt in te halen, die bedenkt zich eigenlijk, Ivan Fernandez. Of ja, hij gunt de Keniaan Adel Mutai, heet hij, de overwinning. Zo kan het dus ook. En als je dan ziet dat je wordt ingehaald, kun je nog altijd dit doen. Of nou, misschien toch beter van niet. In a battle for the world junior title. Now watch Machuca in the red vest. They don't like each other, these two. And you'll see why. Bop!
And that's how that propelled him across the line a second faster than it would have been if he hadn't punched him on the back of the head. Hij duwde hem gewoon tegen zijn rug aan, waardoor hij volgens mij nog een stukje sneller gaat. Ja, moet maar niet gebeuren zondag bij de Venloop. Gaat ook niet gebeuren. Dankjewel, Gerard. Morgen bij er weer met allemaal die Venloop-weetjes. Gisteren vertelde ik u dat we vandaag zouden gaan kijken naar de vlog, videodagboek, van Stefan Curvers. Ik vertelde gisteren ook dat hij gisteren niet zo'n goede dag had. Dat bleek wel, want 's avonds liet hij ons weten dat hij echt best een behoorlijke blessure heeft aan zijn rug. Heeft de hele dag plat gelegen. Vandaag lukt het ook niet om filmpjes op te nemen. Dat snappen we allemaal hartstikke goed. Voor ons vervelend, maar voor hem veel vervelender dat hij zondag niet mee kan doen aan die halve marathon. Want daar had hij zich ontzettend op verheugd. Ja, wat moet je dan? Geen vlog. Nou ja, als je een andere vraagt om een vlog te maken, dan moet je ook zo sportief zijn als het nodig is om het zelf te doen. Daarom mijn vlog van vandaag. Goedemorgen. Het is vrijdagochtend. 6:30, geloof ik. En het is weer tijd om naar de studio te gaan. De vragen voor te bereiden voor de quiz van vanavond. Nee. Blijkt slecht, dus wel. Zo, op de fiets naar het werk. En dan passeer je elke ochtend het finishgebied van de Venloop. En op deze vrijdagochtend is dat al helemaal afgesloten en volgens mij klaar voor gebruik. Het gaat super snel. Daar ergens is de finish. En dan eenmaal in de studio. Het eerste wat ik doe is natuurlijk naar mijn bananen gaan. Eens kijken hoe ze erbij liggen. Ik denk dat we vandaag nieuwe bananen nodig hebben. Hallo, Paul. Hallo, Robbe Wouter, Omroep Venlo. Ik kom nieuwe bananen halen. Ja, oké. Verse bananen van Geert. Kom verder. Zet je ze in de auto. Dankjewel, hè. Luister, Geert, de groeten. Hoi, up. En dit is de redactie. Hier wordt hard gewerkt door Guus. En door Thijs. Hi. Hallo, wat zit er in het nieuws? We hebben vandaag in het nieuws sfeerkeepers. Die zijn actief op de middelbare scholen. En er komt een speciaal sfeerkeeper college om die mensen op te leiden. Okay. En nog veel meer? Ja, nog veel meer. De Jaguar Mood Market in het park. Oh, dat wordt een leuke uitzending. Ja. En hier zit Michael te werken. Die is ook nog bezig voor vanavond met de laatste fragmenten. Alles te selecteren, goed neer te zetten, zodat hij geen foutjes maakt vanavond, hè Michael? Michael maakt nooit foutjes. En als de uitzending dan voorbij is, dan laat ik jullie zien wat het geheim is van Omroep Venlo. Wat doen wij na de uitzending? Kijk, daar zijn ze. Ze staan al lekker koud, kandidaten. We nemen er straks in. Nee, jullie mogen natuurlijk niet drinken. Of wel? Ja? Is dat niet gevaarlijk, alcohol, 2 dagen voor de halve marathon? Nou, niet te gek. Ja, vanavond kan prima. Vanavond kan prima, dan nemen we er dadelijk eentje. Net als de rest van het team die hier allemaal staan. Heel veel mensen werken mee aan deze uitzending, hartstikke tof. Morgen zien we trouwens een vlog van Viviane Curvers. Zij gaat 40 kilometer wandelen. En morgenavond zien we dan met haar videodagboek hoe ze het er vanaf heeft gebracht. Toi, 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 Viviane. En leuk dat je dat doet. Wij gaan verder met de quiz. Harro en Anne, het zou nog best wel eens spannend kunnen worden. Harro, hoeveel bananen heb jij nog liggen? En Anne, hoeveel heb jij er nog? Harro heeft er nog 6. Ik nog 7. Nog 7. 1 puntje voorsprong voor Harro. Er kan nog veel veranderen. Nog 4 vragen te gaan. Nou, stel je nou voor, net als Stefan, dat je niet mee kunt lopen door een blessure. Wat is dan de enige officiële mogelijkheid om je startbewijs aan iemand anders te geven? Wat is die enige mogelijkheid, kandidaten? Officieel is dat A. Je mag het gewoon aan iemand anders geven, geen enkel probleem. Is dat B, mag alleen via een overdrachtsformulier? Of is het C, je mag het helemaal niet overdragen? A, gewoon aan iemand anders geven, mag geen probleem. B, kan alleen maar officieel via een overdrachtsformulier. Of C, overdragen kan niet. En jullie denken allebei dat het antwoord B is.
En dat is inderdaad juist. Het kan alleen officieel via een overdrachtsformulier. Dat is conform de algemene voorwaarden van de Venloop en de enige echte toegestane manier om je startnummer over te dragen. Waarom is dat nou? Als je je startnummer overdraagt, dan loopt die persoon wel nog met jouw naam. Maar als hij dan over de finish komt, dan wordt zijn eigen naam geregistreerd in de uitslagenlijst. Daarom doen ze dat. Nou, weten we dat ook weer. En we hebben weer iemand die over de finish komt. We gaan kijken. Ja, veel op zich wel pittig, maar hij was op zich nog wel te doen. En hier met laatst vliegt ze weer een vegel kunnen, natuurlijk. Dan wil ze helemaal weer pinnen in doen. Ja, wat heeft deze kandidaat nodig om er weer helemaal bovenop te komen? Wat gaat zij dadelijk zeggen? Is dat A, een banaan en een Venloos frietei? Is dat B, een banaan en een stuk rijstevlaai? Of is dat C, een banaan en een pot bier? In alle drie gevallen een banaan, maar is dat in combinatie met een Venloos frietei? Dat is A, B, een stuk rijstevlaai is B en C, een pot bier. Wat wordt het? Ik wil het nu zien. Ik wil het nu zien. Harro denkt een pot bier en Anne denkt een Venloos frietei. We gaan kijken naar het antwoord. Dat was op zich nog wel te doen en hier met laatst. Ik vlieg ze weer een vegel kunnen, natuurlijk. Dan wil ze helemaal weer pinnen in vegel doen. Ja, namelijk een banaan en een Venloos frietei, dan ben ik wel een gelukkig meertje. Ja, echt een banaan en een Venloos frietei. Anne, je hebt het goed. Venloos frietei na de halve marathon? Nee, voor mij niet. Nee, wat eet jij dan? Ik drink de sportdrankje. Ja. En verder net wat. En een banaan, want die heb je nu verdiend. Want die had je er nog niet bij gedaan. Het wordt spannend, het wordt spannend. We gaan naar vraag 11. Dat is de één na laatste vraag. Die gaat over verklede lopers bij de Venloop. Laten we eerst maar eens kijken naar een fragment uit 2012. Dat is goed weer, doe eens gek. Waarom? Ja, een sportieve uitdaging wat dat betreft. Hè. Maar dat is ook niet uit te houden met het weer? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk zeker weer, maar toch gewoon de uitdaging aan zich. En gewoon de sfeer van het evenement en dergelijke, ja, dat helpt je wel doorheen. Ja, we zien ze niet al te veel, maar sommige deelnemers aan de Venloop zijn dan toch verkleed. Zoals deze meneer, die dacht dat hij de paashaas moest zijn in 2012. Ja, de Venloop kent eigenlijk geen aparte afstand waar het van de organisatie toegestaan is om officieel ook andere kleding te dragen, verkleed te gaan. In New York kennen ze, bij de marathon, die afstand wel. Hoe heet die verklede run daar? Hoe heet die verklede run? Is dat A, de Friendship Run, B, de Madman Run of C, de Halloween Run? New York Marathon is altijd rond november. Dat geef ik jullie mee. A, Friendship Run, B, Madman Run. Maar trap er nooit in als ik wat zeg. C, Halloween Run. Jullie denken allebei de Friendship Run. Ja, dat hebben jullie helemaal goed. Banaan erbij allemaal. Ja, die Friendship Run die wordt altijd gelopen de dag voor die grote marathon. Op de zaterdag dus. Het is 4 kilometer lang. Start bij het gebouw van de Verenigde Naties. Gaat dan door de straten van New York. En dan finish je heel mooi in Central Park. Prachtig gezicht is dat. De laatste vraag. De stand is gelijk volgens mij. Ja. Zo, dat is wel heel erg spannend. Ja, er gaat er maar eentje winnen. En maar goed dat we zo'n vraag hebben. Want degene die er het dichtste bij zit, die wint deze Venloop-quiz. Dat is de dagwinnaar en zien we maandag terug. Jullie moeten het gaan inschatten. Ik hoop niet dat ik te veel moet gaan hoofdrekenen. Als we alle Limburgse hardlopers en wandelaars bij elkaar optellen die dit jaar meedoen aan de Venloop, alle Limburgse hardlopers en wandelaars tellen we bij elkaar op. Hoeveel zijn dat er dan? Ga maar opschrijven, want je hebt maar even. Het zijn maar 5 seconden die je hebt. Doe een gok. De Limburgse hardlopers en wandelaars van de Venloop van 2016. Hoeveel zijn dat er in totaal? Wie zit er het dichtst bij? Laat maar zien. Oh. Even kijken. Harro denkt 19.400. Anne, wat staat daar? 17.650. 17.650. Ik ga jullie zo meteen vertellen wat het juiste aantal is. Maar ik ga eerst jullie allebei bedanken voor jullie deelname aan de quiz. Ja, met het Venloopboek, 10 jaar Venloop. En wie krijgt nou de hand van de presentator en zie ik maandag terug in de uitzending? Het juiste aantal was
14.099. Anne, wij zien jou maandag terug in de finale van de Venloop Quiz. Aro, dank je wel voor je deelname. Beide heel veel succes. Aanstaande zondag bij die halve marathon. Jullie waren hele fantastische kandidaten. En jullie gaan het zondag ook absoluut heel erg goed doen. De boeken zijn uitgedeeld. We hebben weer een dagwinnaar daarbij. We gaan op naar de Venloop Quiz van morgen. Gerard is er dan weer. Jeroen bezoekt de straat. En het vlog van Vivienne hebben we. Tot morgen. Dag. Dank je. Ik wist het niet meer uit mijn hoofd. Close, jongens. Heel close. Pool. Nee, ja, maar uiteindelijk...